Welkom bij onze uitlegvideo van Descent Legends of the Dark. Decent Legends of the Dark is een coöperatief avonturespel waarbij je in de huid kruipt van een van de helden en een verhaal gaat doorlopen. En dat gaat natuurlijk niet helemaal goed. er komen allemaal bad guys, er moeten dingen gered worden van de ondergang. Maar Descent is best wel een duur spel en waar ga je deze video uitleggen waarom je het toch moet spelen, want het is echt fantastisch. Allereerst laten we even laten zien hoe fantastisch het eruit ziet. Zeker, want uh, je krijgt een hele dikke doos en als je hem openmaakt dan denk je: huh, is dit alles wat erin zit? Maar als je alles in elkaar zet, dan krijg je allemaal van die hele toffe 3D-miniaturen die je ook nog heel handig op kan bergen onder in de bak. Ik ga er even een paar laten zien. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld een arch. Hier ga je dus eigenlijk een hele wereld mee vormen met een deur. En bijvoorbeeld een kast met boeken en allemaal drankjes erin. En daar kan je ook interactie mee hebben. Maar misschien wel het meest coole is dat het zelfs verdiepingen kan hebben. Je bent eigenlijk gewoon een huis aan het bouwen. En dat doe je door middel van uh, dingen waarmee je verdieping maakt. En dan komen deze trappen ertussen. En met die trappen ga je dus letterlijk omhoog lopen. Deze, elke traptreden is een stap die je dan kan zetten met je held. En dat betekent dus dat er letterlijk twee. Hoogtes komen in het speelbord. En dat er dingen ondergaande zijn. Er zijn dingen opgaande. Je creëert echt een hele wereld. Ja, en dat is wel uniek. Want Gloomhaven is natuurlijk fantastisch. Als je denkt aan grote avonturen spellen, dan denk je bijvoorbeeld snel aan Gloomhaven. Maar dit, met die 3D-elementen, ja, dat is eigenlijk ongeëvenaard. De miniaturen die erin zitten zijn ook heel tof. Het verhaal is briljant. Dus ja, dit is, als je houdt van een Gloomhaven, als je houdt van een Lord of the Rings Journeys in Middle-earth, dit is sowieso qua materiaal en qua verhaal misschien ook wel net nog een stapje verder. Ja, en ik vind het ook echt leuker, want jij noemt al een Lord of the Rings Journeys in Middle-earth, ook al een fantastisch avonturespel. Maar als je interactie hebt, heb je interactie met een tokentje. En dat is toch minder leuk dan wanneer er gewoon... Een boom staat waarmee je interactie hebt. Of een, een, een ja, miniatuur staat er al snel, maar een kast staat. En waarbij je niet alleen zegt: oké, okay, ja, dit tokentje dat is een kast. Maar er staat gewoon een kast waarmee je interactie hebt. Dat neemt je veel meer mee in het verhaal. Daar helpt de app ook heel erg bij. Het is een hele goede app. Het verhaal is ontzettend leuk. Ook heel inclusief. Twee van mijn favoriete karakters liggen al uh, op de tafel. Ik zal ze even laten zien. Ik heb hier namelijk bij mijzelf Bryn, de Human Avenger. Ja, zij is gewoon een keiharde rock chick. Zij is gewoon echt een strijder. Dus dat vind ik vind haar gewoon heel leuk in het verhaal. Ze heeft niet iets per se is heel speciaals of zo, maar ze is in het verhaal wel heel leuk en ze, ze, het voelt een beetje als een soort Captain America. Ze gaat voor het goede. Ja, nou precies. En Galadon, dat is wel een, een aparte eigenlijk, want die is voor jou denk ik ja. heel persoonlijk. Ja. Waarom vind jij Galadon... zo cool? Galadon is doof. en uh, hij spreekt met gebarentaal. En mocht je het niet weten, ik ben slecht horend, ik draag een gehoorapparaat, ik spreek geen gebarentaal. Dat kan ik helaas niet. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat zoiets nou in het verhaal zit, want als er dove of slechthorende mensen in verhalen zitten, dan zijn het altijd de oude opa's die toevallig zo'n gehoorapparaat dragen. Maar ik vind het heel leuk dat het nu gewoon. Er, het zit er gewoon in. Het is geen big deal. Er wordt helemaal niks van gemaakt. Het is gewoon zo, punt. En wat ze heel tof verwerkt hebben... is die gebarentaal. Want aan het begin spreken de andere krijgers... en personages spreken geen gebarentaal. En dat maakt de communicatie met Kaledin wat lastiger. Waardoor hij niet helemaal begrijpt wat zij willen. En zij begrijpen niet helemaal wat hij, willen. hij wil. En op een gegeven moment uh, be begrijpen ze elkaar beter. En kunnen ze beter communiceren. En dat gaat dus ook in het verhaal. Wordt dat heel erg verwerkt. Dus dat vind ik heel erg, heel erg tof. Er zitten nog veel meer personages... En het is heel inclusief, dus uh, ja, dat vind ik echt tof gedaan. Nou, precies. Je ziet hier al het speelbord. En mocht je denken, oh nee, ik heb een enorme spoiler gezien door dit filmpje aan te klikken. Geen paniek, dit is eigenlijk wat je neerzet op het moment dat je het eerste scenario opbouwt. Deze twee halfgeverfde miniaturen komen er niet bij. Ik heb ze geprimed, ik ben met deze begonnen. De haar is bruin. Punt, daar ja, ben ik gestopt. Dat is wel iets. Ja, Dus uh, die, die zijn iets mooier in jullie spel als je hem uh, koopt. Dus daarom, je kunt het zelf nog mooier maken. Ja. Maar hier zie je dus het scenario staan. En je ziet hier eigenlijk de twee karakters die wij hebben. Met het leven dat je hiermee bijhoudt. En er zit dus nog veel meer materiaal in wat we op dit moment niet op de tafel hebben neergelegd. Want dat zit allemaal in de doos. En heb je voornamelijk bij de volgende scenario's nodig. Je noemde net al even de app. En misschien is het mm -hmm. goed om heel even te kijken wat er nou precies in die app allemaal zit. Hier zie je dus die app en je ziet hier eigenlijk ook het scenario dat we hebben neergelegd waar je gewoon een beetje overheen kan vliegen als het ware. Onderin zie je de twee verschillende helden staan die op dit moment in de quest zitten. Je kunt als je aan de beurt bent, als helden aan de beurt zijn, kun je zelf kiezen wie er aan de beurt is en je gaat, wat we zo nog verder uit zullen leggen, allemaal verschillende acties uitvoeren. Een van de acties die je uit kan voeren is dat je interactie kan hebben met de verschillende elementen. Je ziet daar bijvoorbeeld een boom staan en als je daar interactie mee wil hebben, dan kies je die held die aan de beurt is. Is. Dus bijvoorbeeld deze linker. En als je daar interactie mee wil hebben, dan sleep je die zo daar naartoe. Dan krijg je meestal een keuze en op die manier ga je steeds verder in het verhaal. Nou, er zijn nog veel meer andere manieren om interactie te hebben. Je ziet hier rechts hier bijvoorbeeld de vijanden staan, die op dit moment op het speelbord staan. En op het moment dat je er met één wil gaan vechten, dan klik je die aan en dan kun je daar uiteindelijk mee vechten door je wapen te kiezen en daar een skill check, wat we zo nog uit zullen leggen, mee uit te voeren. Op het moment dat de helden klaar zijn met het uitvoeren van de Beurt, dan klik je op End Face. Op die manier zijn de monsters aan de beurt, die voeren een aantal stappen door en zo begeleidt de app je eigenlijk helemaal door het verhaal. Yes, en verder heeft iedereen natuurlijk zijn eigen karakter. Die kunnen allemaal wat specifieke karakterdingetjes. De een is wat beter in vechten, de ander is weer wat beter in wat anders. En wat ik ook heel tof gedaan vind, is het wapen. Je begint echt heel basic, maar je zal begrijpen, het is een campagnespel. Dus gaandeweg het spel komt er veel meer bij. Krijg je allemaal nieuwe extra's en kaarten. Maar dit beginwapen is wel echt heel tof, want je hebt namelijk twee kanten en die zitten dus in een sleeve. Het zijn gewoon twee kaarten die los in een sleeve zitten. En dat vind ik gewoon super slim gedaan. Ik heb een Ancestral Blade, wat je niet zo uit zal spreken. Maar het is wel een heel erg tof zwaard die van allerlei coole dingen kan. En ik heb gewoon een soort axe, die je gewoon lekker mee rammen. Wat heb jij? Ik heb heel... Dat is heel fijn. Ik heb een soort van pijn en boog En ik heb twee uh, ja, sterke messen eigenlijk. oké op. Ja. Uh, op het moment dat de helden aan de beurt zijn... en ik noemde het net al even... als de hero phase is... dan mogen de mensen zelf bepalen... wie er eerst aan de beurt is... en wie daarna aan de beurt is. Als de helden aan de beurt zijn... en je bent zelf aan de beurt... dan mag je drie acties uitvoeren... waarvan lopen minimaal één actie moet zijn. Je mag acties ook vaker uitvoeren. Dus je mag twee keer lopen... of twee keer aanvallen. Dat mag je zelf bepalen. Maar het lopen moet minimaal... Één actie zijn van de drie acties die je kiest. Het hoeft niet per se de eerste te zijn. Maar weet dus dat je in ieder geval moet lopen. Ja, en hoe ga je nou lopen? Nou, Allereerst kijk je naar je held en dan kijk je hoeveel stappen je mag zetten. Bijvoorbeeld met Print mag ik drie stappen zetten. Stappen die mogen eigenlijk alle kanten op. Dus je mag recht... oh, je mag ja, rechtdoor, maar je mag ook diagonaal. Dat mag allemaal. Je kan alle kanten op. Er is alleen één maar. Je moet je uiteraard houden aan het aantal stappen wat je maximaal mag zeggen, zetten. Maar je kan ook vastgepind worden door. Bad guys. Hier staat bijvoorbeeld zo'n gezellige bad guy. En eigenlijk betekent dat dat je vastgepind wordt dat je nog maar één stap mag zetten. Dat kan zich uit in twee verschillende voorbeelden. Stel je voor, ik loop naar de bad guy toe en ik zou bijvoorbeeld nu twee stappen zetten. Dan ben ik aansluitend aan de bad guy. Dus ik zit omringd in de vakken om de bad guy heen en op dat moment word ik gepind en mag ik geen stappen meer zetten. Ik mag dus eigenlijk drie stappen zetten, maar omdat ik nu gepind ben, mag ik niet meer verder lopen en blijft het bij twee stappen. Als je al begint. Terwijl je gepind bent van zo'n bad guy. Dus je staat al in een van de vakken om de bad guy heen. Dan mag je maximaal één stap zetten. No matter hoeveel vakjes en stappen je op je karakter hebt staan. Dat maakt helemaal niet uit. Dus dan mag je maar één stap zetten. Dan is je loopactie voorbij. En dat is eigenlijk het lopen. Dus Precies. je kijkt naar de vakjes en je wordt eventueel gepind En je mag alle kanten op, ook diagonaal. Dat is super chill. Precies, je ziet hier allemaal water bijvoorbeeld liggen. Er zijn heel veel verschillende manieren van terreinen, die allemaal interactie hebben met hoe je kunt bewegen of andere dingen. Aan de achterkant van het regenboek staat heel helder uitgelegd wat de verschillende terreinen zijn. Er staan nog wat effecten in die belangrijk zijn om te weten. Of keywords als je op specifieke kaartwoorden woorden tegenkomt en je denkt: hoe zit dat precies? Kijk gewoon even op de achterkant, want daar staat precies wat wel keyword betekent. Ja, dan onthoud je nu toch niet, dus dat gaan we nu niet uitleggen. Als je een keyword tegenkomt of zo'n terrein, dus kijk even op de achterkant van het regelboek, daar staat het heel kort en duidelijk uitgelegd. De tweede en een hele belangrijke actie is het aanvallen, en die is voor elke held net wat anders. Je hebt namelijk een wapen, ik heb hier bijvoorbeeld dus zo'n pijl en boog, en op het moment dat er zo'n getal staat met zo'n pijltje erbij, dan betekent dat dat het een ranged attack is. Nou, een ranged attack betekent dat je line of sight moet hebben met de vijand. En dat je hem van afstand kan gebruiken. De 4 hier betekent dat ik de vijand moet kunnen zien en dat ik daarnaast maximaal 4 stappen weg moet zijn om de vijand aan te kunnen vallen. Dus stel je voor, als ik hier sta. Dan is dit 1, 2, 3 stappen weg. Ik zit in de vier stappen, dus ik zou van deze afstand met dit wapen de vijand aan kunnen vallen. Over line of sight. In de app staat ook een hele andere manier om te kijken wat precies line of sight is. Maar over het algemeen betekent het als er obstakels staan, dan moet je daar omheen kunnen kijken. En het is niet zo dat je zeg maar door de plattegrond heen kan kijken. Dus stel je voor als ik noem maar wat, het zo zou zijn en ik sta heel ver weg en ik kan geen rechte lijn trekken naar de vijand toe, dan heb ik geen line of sight. Dus eigenlijk is het gewoon heel logisch nadenken. Zou ik iemand letterlijk kunnen zien als ik hier sta en de ander staat daar? Ik kan niet om de hoek kijken. Ik kan niet door een muur kijken. Ik kan niet door een boom kijken. Het is eigenlijk logisch nadenken. Maar die app helpt je wel heel handig. Omdat het soms natuurlijk een beetje. Ja, zwart-wit is omdat je letterlijk van boven over een platte grond kijkt, dus dan helpt die app je daar wel bij. Precies, dus dat kun je daarin zien. Maar als je line of sight hebt en je bent in range, en ik heb dus in dit geval vier stappen, maar heel veel wapens, dan moet je echt naast de vijand staan. Goed, op het moment dat je dat hebt, dan ga je kijken met welke dobbelsteen je aanvalt. Bij mij is dat aangegeven dat ik aanval met een blauwe dobbelsteen. Nou, ik pak een blauwe dobbelsteen, die gooi ik en daar kan ik eigenlijk verschillende resultaten hebben. Ik kan een sterretje hebben, dat is een succes. Ik kan een plusje hebben, dat betekent pak één zo'n druppel, leg die neer en deze telt ook als succes. Dus in dit geval zou dit, als ik een druppel pak, twee succes zijn. Op die druppels komen we later nog wel even terug. Ja, fatigue noemen ze dat, als je de juiste term wil weten. En je ziet zo'n bliksemschicht. En als je een bliksemschicht gooit, dan mag je de bliksemschicht uitvoeren die op de kaart staat aangegeven, dus hier onderin. Dat aantal successen, dat voer je in in de app. Daarnaast geef je in de app aan... Ook met wie je aanvalt, welke feit je aanvalt en met welk wapen je aanvalt. Nou, als je dat hebt ingevoerd en je geeft de successen aan, dan geeft eigenlijk de app zelf aan hoeveel schade de vijand krijgt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat die. Schade krijgt of dat hij dood is en van de app afgaat of van het veld afgaat. We houden het dus zelf even in de gaten. Belangrijk is dat je kiest met wie je aanvalt, met welk wapen je aanvalt. Dat je zorgt dat je in de juiste range bent van de vijand, dat je de juiste dobbelsteen gooit, dat je zelf beslist hoeveel succes je hebt als je tenminste fatigue wil pakken om deze plusjes om te vormen tot sterretjes. Je voert een aantal succes in en vervolgens kijk je hoeveel schade de vijand krijgt. Goed. Dat is dus de aanval. Daarna heb je nog drie andere acties die eigenlijk heel kort uit te leggen zijn. Je kunt namelijk kaarten omdraaien. Je kunt namelijk kaarten readyen is de juiste term. Op het moment dat je een kaart omdraait, dat zag je net al in de sleeve die Marieke liet zien, dan kan het zijn dat je een ander wapen krijgt. Dus dan gelden er weer hele andere dingen. Dit wapen van mij bijvoorbeeld heeft juist geen range, dus dan moet ik echt naast de vijand staan. Kun je natuurlijk heel tactisch inzetten. Kun je heel tactisch inzetten. En die fatigue die ik net al even noemde, die is heel belangrijk bij het omdraaien van die kaarten. Kaarten hebben namelijk een fatigue-limiet, oftewel, deze kaart kan maximaal twee druppels op de kaart hebben. Op het moment dat ik meer wil pakken, kan dat niet, want deze kaart is vol. Ik kan het wel op andere kaarten neerleggen, maar als al mijn kaarten vol zijn, dan kan ik dus die plusjes niet omzetten tot een succes, omdat ik geen druppels meer kwijt kan op mijn kaarten. Nou, de derde actie die erbij komt kijken is het omdraaien van een kaart. Je kunt eigenlijk elke kaart naar keuze wel omdraaien. En op het moment dat je de kaart omdraait, gaan alle druppels er vanaf en kun je er dus weer druppels op neerleggen, bijvoorbeeld om plusjes om te zetten tot succes. Uh, aan, aanhankelijk van het limiet dat op de kaart staat. Maar waar gebruik je die fatigue nog meer voor? Je hebt ook specifieke kaarten die zeg maar sterker worden als je fatigue gebruikt. Dat zal je gaan merken in de campagne als je andere kaarten krijgt. Bijvoorbeeld een aanvalskaart die je dan kan boosten door fatigue te pakken... of allerlei andere dingen. Dat staat gewoon op de kaart. Dat limiet blijft hetzelfde, maar soms kan je kaarten dus boosten... door er fatigue op neer te leggen of door fatigue op andere kaarten neer te leggen. Maar ja, er zit dus een limiet aan. Ja, inderdaad. Dat is de derde actie dus, een kaart omdraaien. De vierde actie is interactie hebben met een element. En dat noemden we eigenlijk net al even: dat je dat in de app doet. Je kiest een vijand en, of een held, moet ik zeggen. En die sleep je eigenlijk naar een element toe, in dit geval bijvoorbeeld een boom. De elementen waarmee je interactie kunt hebben zijn over het algemeen de 3D-elementen. Ja, dus net de bomen, al... de kasten, eigenlijk best wel veel. Best wel veel. Je hebt ook nog een paar van deze tokens. Deze werken net wat anders. Op het moment dat je hier namelijk naast staat of erop staat, dan moet je dat direct in de app aangeven. Deze tokens geven het al, over het algemeen zorgen die ervoor dat de wereld wat groter wordt en dat er extra kaartonderdelen bij zijn. Dat kost dus geen actie. Interactie hebben met een boom kost wel een actie. Maar zo'n tokentje kost geen actie. Dat doe je direct als je ernaast of op staat en de app geeft aan hoe het groter wordt. De vijfde en laatste actie zijn eigenlijk alle acties die op kaarten kunnen staan met een pijltje ervoor. Dus als er staat één pijltje. Met een actie. Dan kun je voor één actie kun je die, uh, die kaart en die eigenschap uitvoeren. Soms staat er ook een groter getal en dan kost het meer acties. Aan het begin heb je dat nog niet zoveel. Maar in de verloop van de campagne zul je steeds meer kaarten krijgen met eigen acties. Ja, super tof. Hebben we eigenlijk nog twee vragen die beantwoord moeten worden? Uiteraard heb je een soort limiet aan schade die je kan hebben. En dan kan je ook doodgaan. Wat gebeurt er dan? Ja, dan voer je dat in in de app. En uh, geen paniek op het moment dat je op nul leeft. Nou, wel komt. paniek hoor. Want wel... het is niet leuk om dood te gaan. Is het is niet handig voor je schade semi paniek. Op het moment paniek. dat je helemaal op nul zit en ik probeer dat nu even heel handig voor elkaar te krijgen, dan voer je dat in in de app en dan krijg je een wond. En de wond kan steeds sterker worden, want als het tweede keer je op nul terechtkomt, dan wordt je wond heftiger. En als je voor de derde keer een wond zou krijgen, dan ben je echt uitgeschakeld en meestal verlies je dan ook het scenario. Dus maar dat het geeft te je ook vaak nadelen, hè? Want als je gewond bent, kan je natuurlijk niet alles doen wat je zou willen doen. Dus nee. zorg ervoor dat je niet doodgaat. Het tweede is eigenlijk wat eigenlijk per karakter verschillend is. Je hebt hier Might, Agility, Insight, Will. En daar heb ik andere waarden dan jij. Ja. Hoe zit dat nou? Heel vaak moet je in de app moet je een test gaan doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat dit karakter naast de boom staat. In de app gaat hij interactie hebben met de boom. En dan zegt de app bijvoorbeeld, oh, er liggen misschien wel appels. Kijk eens even of je die kunt plukken. Je moet daarvoor een agility check doen. Het is een beetje DD, hè? Een beetje, beetje Dungeons and Dragons. Precies. Wat je dan doet, telkens als je een check doet, dan pak je zo'n dobbelsteen. In dit geval een zwarte dobbelsteen. Die gooi je en je kijkt hoeveel succes je hebt. In dit geval gooi ik zeer goed, namelijk drie succes. Je kijkt ook nog even bij de check die je moet doen, de agility check. En bij mij staat er plus één succes. Nou, wat geeft dat aan? Dat geeft aan dat er één succes bij komt. Ik voer in de app in dat ik bij deze skillcheck in totaal vier succes heb. En de app geeft aan of dat voldoende is of niet. Nog één ding wat goed is om te weten, dat ah. is uh, de verdediging. Ik denk al dat het nog belangrijk is. Ja, ik die zie wil... hem nu ook. Je wil ook gaan verdedigen. Hoe werkt dat? Nou, op het moment dat elke held aan de beurt geweest is, geef je in de app aan dat de fase voorbij is. Zijn de bad guys aan de beurt? En de bad guys die gaan richting verschillende uh, helden lopen en gaan daar tegen knokken. Op het moment dat je wil verdedigen, dan doe je dat met de dobbelte steen die staat aangegeven. Je geeft de successen in in de app en vervolgens kan het zijn dat je minder of geen schade krijgt. Dus dat, dit Scenario. En dit stukje is belangrijk voor als je verdedigt tegen de bad guy. En eigenlijk zijn dat alle dingen die je moet weten... om met Decent letjes of the Dark te kunnen beginnen. Ja, nogmaals, dit is dus de basis van de basis. Er komt tijdens de campagne nog veel meer bij. Veel meer kaarten, veel meer verhaallijn, veel meer gebied. Het was een heel basic gebied met drie dingetjes, wat water en een boom. Maar zoals ik al aan het begin zei, er kunnen hele verdiepingen ontstaan. Je kan interactie hebben met weet ik wat allemaal... Ik vind die set echt fantastisch. Ik hou heel erg van verhalende avonturen spellen. Maar hey, de ene is de andere niet. Wat vind ik hier zo geweldig aan? De 3D-elementen. Want dat brengt het verhaal veel meer tot leven. Dat is veel leuker dan zo'n app of een tokentje waarmee je contact hebt. Um, de app zelf vind ik heel soepel werken. Het verhaal is heel tof gedaan. Je, het, het is bijna alsof je een soort filmpje kijkt tussendoor, waarbij het verhaal weergegeven wordt. Het verhaal is: ja, ik ga natuurlijk geen spoilers geven, maar het zit heel goed in elkaar en het wordt gewoon heel goed weergegeven. Heel soms heb ik bij verhalen coöperatieve spellen dat het meer om het spel draait dan om het verhaal. Omdat ik dan het verhaal een beetje, ja, een beetje matjes vind, vergeleken met het spel. Maar dat is bij deze helemaal niet. Het is heel goed in verhouding. Het is echt een verhaal. Um, ja, ja, met power, met, met een goed verhaal. Maar het is ook een heel goed spel. En het is niet zo dat je alleen maar hoeft te doen wat het verhaal zegt. En dat je er toch wel doorheen komt. Ja, en het speelt gewoon echt super goed. Helemaal mee eens. En mocht je denken. Ja, hoe enthousiast zijn ze nou daadwerkelijk? Nou, op dit moment staat dit in onze top drie beste bordspellen ooit. En toegegeven, we houden inderdaad erg van cooperative spellen. Als je dat niks vindt, kan ik me voorstellen dat die cent ook niet iets voor jou is. Nee. Maar als je dat niet hebt, als je daar ook van houdt, van een goed verhaal in het spel, een sterk mechanisme. Dan denk ik dat die cent echt gewoon een dikke aanrader is. Wat nog goed is om te weten: de app die we net hebben laten zien, dat is echt nog maar een fractie van wat de app kan. Er zit veel meer in. Maar geef natuurlijk geen spoilers zeg. Soms nee. is het zo irritant, want je wil alles laten zien wat het kan. Maar ja, dat kan niet. Dat kan niet. Maar je gaat bijvoorbeeld ook nog uiteindelijk naar ja, tussen scenario's door. Naar een dorp toe waar je jezelf kunt upgraden. Waar je sterkere wapens kunt kopen. Ja, we zijn zo zwak nu. We hebben al niks. We, we hebben al niks. Hebben, maar er komt dus. Veel meer bij. ja, En dat zorgt ervoor dat het gewoon echt een epische campagne is. Ja, het was echt, echt, echt heel episch. En ik kan echt niet wachten op het vervolg. Want ja, ik, ik wil gewoon meer. We hebben het al heel lang uit. Maar ik denk er nog echt met heel veel goede gedachten aan terug. En ik denk dat dat voor mij het verschil maakt... tussen gewoon een hele toffe campagne. Tof verhalend avonturenspel, Want daar hebben we er al zoveel van gespeeld. En er zijn echt heel veel hele goede bij. Maar ik vind dat het het verschil maakt... als je gewoon soms in je bed ligt en denkt... Oh ja weet je nog, die ene keer dat we dit en dit gingen doen, dat maakt het verschil. Als je echt nog terugdenkt aan een spel, ja, ik weet dat jij ja, over elk spel terugdenkt, ja. maar voor mij, als ik nog terugdenk aan een specifieke gebeurtenis of een, of een verhaal over hoe ik het anders had kunnen doen of wat vertofste gebeurde, dat maakt voor mij het verschil tussen een gewoon goed avonturespel en echt top 10 materiaal. Nou, dat voor de bedavonturen van Marieke. Dit was dus onze uitlegvideo over Decent Legends of the Dark. Als je houdt van coöperatieve verhaalende spellen, ga dit zeker checken. Ja, het is een dure knakken, maar wat mij betreft is het het 100% waard. Bedankt voor het kijken en lieve groetjes. Lieve groetjes.